Fred de Boer. Vandaag de vierde oefenwedstrijd voor AZV. Een 4-1 winst op Dust the Boys. Hoe ging de wedstrijd en hoe verloopt de voorbereiding tot nu toe? Ja, de wedstrijd is speelminuten. Wat minder spelers geselecteerd. We hebben heel veel spelers getraind, heb je gezien. Die hebben kleine pijntjes en we nemen geen risico. Dus we hebben vandaag voor het eerst meer spelers, meer minuten gegeven. Nou, dat zie je er ook wel een beetje aan af. Dan gaan ze natuurlijk doseren. En dan zie je ook wel een wat groter verval in de tweede helft. Maar goed, dat hoort bij oefenen, dus dat vind ik prima. Hun hadden iets meer wissels, dus iets meer frisheid de tweede helft. Maar ondanks dat denk ik dat je krachtverschil ziet. En ja, wij zien vooral verbeterpunten. En sommige posities concurreren nog wat. En sommige posities moeten gewoon fitter worden, langer spelen en beter worden. Dus daar ben ik tevreden over. De voorbereiding, ja, gaat natuurlijk altijd wat op en af. Dat hoort bij voorbereiding. Maar ik denk dat we derde wedstrijd in 8 dagen tegen Bikwik vorige week hadden we een andere manier van druk geven. Nou, dat was voor ons wel heel moeilijk. Waardoor we wat meer ruimtes diagonaal weggaven tussen de linies. Nou, dat was vandaag en dinsdag natuurlijk tegen Harkem al veel beter. Waardoor je niet veel kansen weggeeft. Nou ja, dat ziet er beter uit dan 3 weken geleden, zeg maar. Dus daar gaan we goed in. En aan de bal was het nu weer wat moeilijker, omdat Dust the Boys natuurlijk wat verdedigender speelt dan Harkema. Dus er ligt minder ruimte achter de verdediging. Dus wij hebben heel veel dingen kunnen leren, voetbal in een kleine ruimte. Nou ja, dat is met deze temperaturen nog niet zo makkelijk. Dan moet je namelijk veel loopacties maken in de diepte om ruimte te maken voor jezelf of voor een ander. Nou ja, dat is nog niet goed genoeg. Maar goed, de praktijk zal ook leren dat we dit niet zo vaak tegenkomen. Hè. In de praktijk zal het straks zijn dat we is 50-50 of we zijn aan de mindere kant. Dus dan krijg je toch een ander soort voetbal. Dus, je hebt nog 1 oefenwedstrijd te gaan, volgende week Oranje Nassau. En dan begint het echte werk alweer, want dan begint de KNVB-bekerwedstrijd tegen Gemert hier thuis. Heb je het gevoel dat je er over 2 weken helemaal klaar voor bent? Nou, dat heb ik altijd tegen de spelers gezegd vanaf dag 1. Je moet er klaar voor zijn. Dus het gaat niet om je gevoel. Je moet zorgen dat je klaar bent. Dus ik probeer zoveel mogelijk spelers ervoor klaar te krijgen. Al dan niet als invaller. En het zou kunnen dat beste jongens die misschien wat verder weg zitten. Omdat ze te weinig gedaan hebben. Maar dan kan je wel 20, 25 minuten invallen of 30 minuten. Nou ja, je mag meer wisselen. Dus dat geeft ook ruimte voor verbetering nog in de tweede helft. Dus dat zijn dingen die je straks wel kan gebruiken. Geldt ook voor de tegenpartij. Maar ik denk dat we nu 2 weken hebben. Hebben met 6 trainingen en maar 1 oefenwedstrijd. Ik denk dat dat heel goed is voor dit team. Dat we goed kunnen trainen, dat we kunnen doseren. Sommige spelers wat meer, sommige spelers wat minder. Sommige wat rustiger, sommige wat intensiever. Dus ik heb wel het idee dat we daarmee klaar zijn straks voor de belangrijke wedstrijd tegen Gemert. Zien we nog volgende week tegen Oranje Nassau al het geraamte van het elftal dat we tegen Gemert ook gaan zien? Of ben je daar helemaal nog niet over uit? Ja, dat gaat nu. Deze dagen moet je daar een besluit in nemen. Dus dan ga je daarmee oefenen. En als er nog 1-2 plekken zijn die zegt, nou ja, die concurreren nog, dan doe je daar nog 1 keer 50-50. Maar voor de rest gaan we het wel neerzetten zoals we denken dat het goed is. En dat kan dan weken later weer veranderen. Want je moet nu een keuze maken. De spelers moeten naar 90 minuten toe. Maar we hebben op sommige posities dubbele bezetting. Dat is prima. Al ja, op sommige posities heb je dan dubbele bezetting, maar toch weer wat tegenslag. Nou ja, dan zitten jongens dus weer wat verder weg. Maar goed, dat hoort bij de voorbereiding en hoort ook een beetje bij maanden in lockdown. Dus spelers zijn gewoon iets minder belastbaar. Ik vind als we volgende week met een grote groep kunnen trainen dan deze week, dan doen we dat goed. Dus ik denk dat dat gaat lukken. Dus laten we kijken of we dat over 2 weken ook nog zo hebben. Nou, veel succes in elk geval het maken van de keuzes. En dan zien we elkaar sowieso volgende week in Groningen bij Oranje Nassau AZV. En voor nu zou ik zeggen, nou, neem een drankje, want het is warm. Ja, je moet echt begrijpen, voor de spelers was dit extreem zwaar. Dus onze derde wedstrijd in 8 dagen, dat is echt petje af. We hebben 10 dagen hitte gehad. Alle mensen klagen, alleen als ze thuis zitten al. Als ze aan de bed gaan, klagen ze al. En deze jongens hebben gewoon 10 trainingen achter de rug en 3 wedstrijden. Dus dat is echt heel knap. Fijn weekend nog. Hetzelfde, dankjewel.